Leandro Trossard. 2-3 verloren, spijtig. Je komt in en je scoort alweer. Hè? Ja, ik kom in en ik score. En dat is natuurlijk fijn voor het vertrouwen ook. En voor de ploeg dat we nog wat hoop kregen voor die derde goal nog. Maar spijtig dat hem net iets te laat viel om nog aanspraak te maken op de 3-3. En ja, dat is wel heel zuur. Zelf zat ik op de tribune en zo na die 0-2 dacht ik van, oei, die match is hier gespeeld. Die ploeg Zulte Waregem is veel te sterk hier vanavond. Dachten jullie dat ook? Ja, begin misschien, maar je weet dat je, ik weet van de ploeg dat we altijd nog een tandje bijsteken als het wat moeilijk gaat. En ik had er het volste vertrouwen en je ziet dat we dan direct die aansluitingstreffer maken. Maar eerst zelf liep wat stroever, heb je al gelijk. Maar ik denk dat we tweede helft heel goed uit de kleedkamer komen met wat kantjes en zo. En dan zie je, ja, dan is het spijtig dat die aansluitingstreffer zo laat valt. En ik denk als dat niet gebeurt, als het maar vroeger komt, dat het hier nog wel had kunnen spoken vandaag. Maar het was niet het geval. Ik zou zeggen, laat het dan woensdag maar spoken tegen jouw ex-club Lommel. Ja, inderdaad. Daar gaan we natuurlijk ons uiterste best voor doen om nog te kunnen verder bekeren. En het zal er niet aan mankeren. Trainer Jackie Matthijssen, ja. Ik zag van op de tribunes u waarschijnlijk ook een spetterend Zulte Waregem in de eerste helft. Had ik deze competitie eigenlijk nog niet gezien? Ja, ik had maar een heel goed Waregem verwacht en dat hebben ze hier bevestigd. Ik vond een eerste half uur inderdaad zeer goed. We hadden het op alle posities heel moeilijk daarmee. En of je daardoor twee doelpunten via een corner, een voorzet moet nemen, is een ander verhaal. Maar goed, ze waren beter dan ons. En spijtig genoeg kost je dat 3 doelpunten op een hele korte periode. Na de rust hebben jullie toch een stuk recht gezet, maar geen punt kunnen thuishouden. Nee, dus niet genoeg recht gezet. We hebben wel in de rust de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, kijk, er moet iets gaan gebeuren. We kunnen dit niet blijven accepteren. Er moet misschien op een andere manier dan we van plan waren, moet er de strijd aangegaan worden en moeten we deze ploeg aan twijfelen brengen, eventueel met een tweede doelpunt. Dat is iets te laat gevallen, volgens mij. Maar goed, het valt dan toch. En dan hebben we eigenlijk in die laatste 10, 12 minuten nog een gelijkspel kunnen wettigen. Ik denk dat er menige kans nog is geweest. Corners, vrije trappen. Toch genoeg aanwezigheid in de box om eventueel nog een 3-3 te maken. Een punt aan dit over te houden. Maar spijtig genoeg is dat niet gebeurd. Langs de andere kant vind ik de manier waarop dat we ons de tweede helft gepresenteerd hebben en de manier waarop dat we terug eigenlijk vanuit een verloren positie ook nog het hele stadion meekrijgen om ervoor te gaan tot de allerlaatste seconde, vind ik wel knap. Goedenavond, welkom op de persconferentie na de wedstrijd tegen Zulte Waregem. 2-3 verlies op een dreef, maar toch het nodige spektakel op het terrein met 5 doelpunten. Ik heb hier zoals gewoonlijk bij de trainers naast mij. We gaan even rustig napraten over de wedstrijd. Eerst en vooral welkom aan de bezoekende trainer Frank Jury. En ik geef graag jou het woord voor jouw minuut van de wedstrijd. Ja, dit was voor ons een hele moeilijke match. Ik vind dat we de eerste helft goed speelden, goed gecombineerd hebben. En ik zou zelfs zeggen met 1-3, ik hoop dat iedereen mij goed begrijpt, dat we misschien nog iets te kort hadden. Want hun doelpunt was denk ik limiet offside of misschien zelfs buitenspel. En wij konden zelfs nog meer gescoord hebben. Dus op dat vlak ben ik eigenlijk heel tevreden over de eerste helft. Er zat alles in. We wonnen duels, we speelden vooruit, we benutten de ruimte op de flanken. Soms was misschien de laatste pas nog niet 100% in de box. Maar de tweede helft was een totaal andere zaak. En als ik kort ben over de analyse van de eerste helft, wil ik uiteindelijk ook even kort houden of duidelijk maken in de tweede helft. We moesten achteruit, om welke reden dan ook. In een eerste fase speelden zij met veel meer dreiging. Sirigioni was voor ons een moeilijk te bespelen speler, omdat hij toch wat infiltrerende mogelijkheden heeft. En dan zitten ze eindelijk met een pak spelers die goed een combinatie kunnen vinden door het hart van je defensie. Door het hart van je team, met Croizet, met Bostock of met andere spelers. En toen later Regales ook in het team kwam, gingen ze puur op powerplay gaan spelen. En dat konden ze, die variatie speelden ze goed uit. En we zijn goed weggekomen met 2-3 op dat moment. Dus we gaan naar huis met een goed gevoel. Maar we moeten beseffen dat we in de tweede helft, ik ga dat benadrukken, in de tweede helft door het oog van de naald gekropen zijn.
Het was inderdaad kort in je analyse over de eerste helft, maar Zultewaregem was echt wel goed in die eerste helft. Als ik dan zie, ze staan derde in het klassement, dat is niet voor niks. Ik denk dat bij Zultewaregem wel heel wat mogelijkheden zijn. Ja, we hebben 10 of 12 in de laatste 4 matchen. En we kwamen met heel veel motivatie naar hier. We wilden echt winnen op Leuven, omdat er nog veel te veel ploegen tussen plaats 3 en 8 of 9 staan met amper 2 punten verschil. Ik heb gezegd tegen jongens, als je vandaag kunt winnen op Leuven, dan kan je wel een week of 2-3 in de top 6 blijven. En de top 6 geeft u een goed gevoel. En ik had een vrij goed gevoel in de eerste helft. Daardoor moesten we ook niet veel corrigeren. Maar Leuven, wat had ze gebracht in de tweede helft, was knap. Vooral richting supporters. Ik herinner mij dat refreintje. En ik wil niet veel dat refreintje horen. En gelukkig is het maar één keer afgespeeld geweest in de tweede helft. Maar we zijn door het oog van de naald gekropen. Een chapeau voor het team van Jackie, die fantastisch heeft gereageerd in de tweede helft. Dankjewel en succes voor de bekermatch woensdag. Dankjewel. Jackie, aan jou het woord voor een analyse. Dankjewel, Frank. Ik ga dat dadelijk terugkaatsen, man. Ik denk wat ik de eerste helft gezien heb van Waregem heb ik nog niet gezien dit seizoen. Van geen enkele ploeg, niet uit en niet thuis. Ik wist, we hebben daar intern ook over gesproken, ik wist dat er heel veel kwaliteiten waren, dat jullie in een goede periode zaten. Maar ik moet eerlijk zijn, ik hoor ook links en rechts zeggen, ja, maar dat was geen strijd eerste helft. Maar als je weggetikt wordt, als je iedere keer een ondertal moet doordrukken, dan ligt het daar niet aan. Dus het was wel degelijk de kwaliteit of de juiste uitvoering. Aan de andere kant, of je daarom 2 doelpunten op corners moet pakken, dat is een ander verhaal. Maar goed, jullie buiten dat goed uit en na een half uur staat het 3-1. En in de rust hebben we gezegd, kijk, blijkbaar doen zij het vandaag zo goed dat we een aantal waarden moeten aanspreken die je eigenlijk sowieso moet hebben, maar die je misschien over dat doodpunt heen helpen en waardoor dat je de tegenstrever aan twijfelen brengt van het moment dat je er een tweede kan maken. En ik vind het eerst en vooral spijtig dat die tweede goal dan naar mijn gevoel iets te laat valt. Dat is al één, want er waren mogelijkheden genoeg om dat eerder te doen. En ik vind het nog spijtiger dat, en ik hoor het je graag zeggen, dat we in die laatste 10 minuten waar je toch x aantal halve kansen, vrije trappen, hoekschoppen hebt, het zou fantastisch zijn geweest voor de vechtlust, voor het temperament, voor het geloof in eigen kunnen, wat de jongens de tweede helft getoond hebben, dat je dat nog in een punt had kunnen omzetten. Maar goed, laten we lessen leren uit de eerste helft, lessen trekken uit de eerste helft en die tweede helft meepakken in onze volgende opdracht en van daaruit proberen sterker en beter te worden om de volgende wedstrijden terug te winnen. Dankjewel en die volgende opdracht is nu woensdagavond om 8:30 thuis tegen Lommel United. Tot dan, dankjewel.